Je luistert naar de donkere beats van DJ Ruud hier live achter de decks in de studio van Dance Essentials. Marco, ik zit even te kijken. Het is aflevering 242. Ja, dat klopt, Frank. Dus als de luisteraars denken van, hey, de 250e uitzending, ja zeker, die zit er aan te komen. Dus we zijn al wat flinke vergaderingen gestart van, hoe gaan we doen? Ja, inderdaad. We zijn voorzichtig aan begonnen met de voorbereidingen voor dit jubileumnummer eigenlijk. Ja, het is wel heel speciaal. We gaan er echt een hele speciale uitzending van maken, meer. De 100ste uitzending was 18 maart 2006, zaten we nog te kijken. Ons eerste jubileum. We moeten kijken, we zitten nu in 2010 en we gaan alweer naar de 250ste uitzending. Wanneer dat precies zal zijn, dat hoor je nog later in onze shows. Ja. We beginnen wel met een iets eerdere zomerstop. Dat sowieso. Dat hebben we 2 jaar geleden ook gedaan. Ja. Je hebt nog een paar uitzendingen voor ons te goed, maar we maken nog een hele leuke speciale uitzending van die de heel de zomer te horen is bij Dance Essentials. Zeker weten. Ja, hij achter de dek. Ja. DJ Ruud, hij staat lekker te draaien. Ja. Heel wat anders dan dat we gewend zijn. Want wat heb je vandaag meegenomen, Ruud? Dit is een nummer van Sven Tasnadi. Oh. Lekker, hè? Oh, die. Ja. Nou, die kennen jullie de best wel goed, hè? Ja, daar hebben we wekelijks platen van. Ja. Lekker diep, lekker uitstretchend. Vind ik wel lekker trouwens. Ja, het is erg laid back. Dit is een hele goede warming-up voor zaterdagavond. Ja. Bewust uitgekozen. Vooral voor jullie, hè? Vooral voor ons, ja, inderdaad. Ja, goed. Misschien komt er nog wat stevigers aan. Zou best kunnen, hè? Ja, want je hebt nog een minuutje of 20 te gaan. Ja. Absoluut. Wat heb je nog meer gedraaid? Wat staat er mee op de playlist? Even kijken. Ik heb een klein beetje opgeschreven. Hiervoor was het nummer Ben Klok met... Even kijken in zijn map. Visco Plastic. Ja, die nummers ken ik allemaal niet uit mijn hoofd. Ja, het aanbod is gigantisch, hè, met muziek. Pen Clocks, best wel leuk. Ja. Kijk, hiervoor heb ik een nummer van O'Kane gedraaid. O'Kane. Ja, ze kan ik wel doorgaan, maar de playlist kun je straks al op de site zien. Inderdaad. Ja, morgenavond staat die zeker sowieso op de website. Dus kun je eventjes nalezen wat Ruud allemaal... Onder de naald van de plaats. Onder de naald, ja. Hey Marco, jij gaat de 2e uur draaien. Half uurtje. Heb je al een beetje iets in petto? Van alles wat. Net als jij, denk ik. Van alles wat. Hey, leuk dat je luistert. Het is nog steeds Dance Essentials. 7 minuten over 8:30. We gaan nog even door met DJ Wood.
informatie en muziek. Lokale radio voor Gemert Bakel. Dit is Centraal FM. Carmen Verheul met... Welkom bij Centraal TV. In de nu volgende uitzending hebben wij voor u de volgende onderwerpen in beeld gebracht. Donderdagmorgen, 29 april, reikt de burgemeester Vermaanzakkers 14 koninklijke onderscheidingen uit in het kader van de Algemene Gelegenheid 2010 in verband met Koninginnedag 2010. We begonnen 's morgens om 8:30 in Elsendorp bij mevrouw Kossen. Zij is bestuurslid van het overleg Elsendorp, was coördinator en collectant voor de stichting Kinderhulp Elsendorp, is vrijwilliger voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem en is actief lid en bestuurslid van de KBO in Elsendorp. Van Elsendorp ging het naar Millhezen, naar het peuterspeelzaal Het Smurfje, waar mevrouw Schepers Kuiten en mevrouw Altink Grinwis een lintje kregen. Mevrouw Schepers als vrijwilligster en leidster verbonden aan de peuterspeelzaal, 25 jaar vrijwilliger bij en sinds 1995 bestuurslid van Stichting De Zonnebloem, Bakel Millhezen de Rips en vrijwilliger bij de buitenschoolse opvang van de Rooms-Katholieke Basisschool De Kastanjelaar. Mevrouw Altink Grinwis was vrijwilligster en leidster verbonden aan de peuterspeelzaal en is bestuurslid van de buurtvereniging De Akkers in Millhezen. Als vrijwilligster actief in gemeenschapshuis De Schans in Millhezen, actief binnen het kindervakantiewerk, was lid van de ouderraad en was lid van bestuur en de redactie van het dorpsblad Gemert Bakel de Korhoen voor met name de kern Millhezen. Van Millhezen ging het naar Bakel. Hij is 12 jaar lid van het hoofdbestuur van BAVOS en 16 jaar actief als voorzitter van de carnavalsvereniging De Pierenwaaiers. De heer Martin Kusters. Goede jaren samen mag dragen. Ja, oké. Dan van Bakel richting Gemert kwamen we in de Neerstraat uit bij mevrouw en meneer Rovers Jonkers, eigenaar-exploitanten van het cultuurhistorisch museum De Tolbrug. Mevrouw Rovers is onderhouder van het kruisbeeld aan de Neerstraat in Bakel, verzorgt rondleidingen in het oude archief van Gemert Bakel, lid van het bestuur van de KBO en penningmeester van de stichting Kindervakantiewerk in Bakel. Meneer Rovers is dus eigenaar-exploitant van het cultuurhistorisch museum de Tolbrug en lid van het bestuur van de heemkunde Bakel Millhezen. Van Bakel naar Handel, mevrouw Van der Ven van der Putten, secretaris in het bestuur van 86 en vanaf 86 als vrijwilligster van peuterspeelzaal Het Kneuterhufke en 15 jaar als vrijwilligster verbonden bij het Oranje Comité in Handel. Dan de heer Anton van Zeeland, hij ontving de ridderorde, hij werd ridder in orde van Oranje Nassau als penningmeester van de openbare bibliotheek in Gemert. Hij is vicevoorzitter van de Raad voor Toezicht van het Kunstlokaal, penningmeester van de stichting Lokaal.com en lid van het bestuur van de lokale omroep. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabobank Gemert en regio Peel Noord. Diverse functies en werkzaamheden binnen de voetbalvereniging Handel. Penningmeester van het stichting Hendrik van Dijk Fonds. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Goed Wonen. Van Handel naar Gemert, naar Martin Jacobs aan de Dribbeleidseweg. Hij is werkzaam als lid van het college van bestuur van de scholengemeenschap Commendrij. Actief lid van Harmonie Excelsior, trekker van het jaarlijkse Blondfestival, voorzitter van het Prochiebestuur van het Prochiekeer Gemert Kern, medeoprichting en voorzitter van stichting SOSS, Steenopbouw Stoep Starjevo, medeoprichter en bestuurslid van de stichting Ofubu en medeoprichter en bestuurslid van de stichting Leergeldafdeling Gemert.
In Gemert ook mevrouw Spierings Verbund. 12 jaar voorzitter van de afdeling Gemert van de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Lid van het Armenbestuur, vrijwilliger van het Parochieel Verband in de kern Gemert. Vrijwilliger bij het Verzorgingshuis De Ruizenberg. Bestuurslid van het Parochie De Bosweg in Schijndel. En was de secretaris van de Petrus Donder Stichting in Gemert. Dan de heer Arie Hardeman, 35 jaar lid, penningmeester, wedstrijdsfunctionaris en trainer van de zwemvereniging Hydra. En lid van diverse commissies vanaf 1983 van de Gemertse Lawn en Tennisvereniging. Ook de heer Wempe van de tennisvereniging mocht een onderscheiding ontvangen, omdat hij vanaf 68, vanaf oprichting, 42 jaar lid en vrijwilliger is van de Gemertse Lawn en Tennisvereniging. Dan twee scheidende politici, de heer Frans Francisse. Lid in de Orde van Oranje Nassau en raadslid was hij tot 2010 van de gemeente Gemert-Bakel. Wethouder is hij geweest en hij is veel bezig met vrijwilligerswerk binnen de natuureducatie en voor het lokale Gemertse voetbal. Tot slot mevrouw Brouwers, Tony Brouwers, lid in de Orde van Oranje Nassau. Lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Gemert van 1997 tot 2009. Van 1984 tot 2002 bestuurslid van de Gemertse Ondernemersvereniging. Ze was raadslid tot 2002 en aan tweetal raadsperiodes wethouder van de gemeente Gemert-Bakel. En ze was 4 jaar penningmeester van de carnavalsvereniging Drumknauwers in Gemert. 14 koninklijke onderscheidingen en ook namens iedereen van harte proficiat. Een drukte was het op 20 april in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. Reden was het afscheid van 3 wethouders. Peter Mastenbroek nam het stokje 2 jaar geleden over van Hans van Dijk voor de Partij van de Arbeid. Hij zat ruim een halve periode. Harry Verkampen zat maar liefst 7 periodes voor het CDA als wethouder. En Tony Brouwers, eveneens CDA, 2 periodes. Verkampen en Mastenbroek zullen nog politiek actief blijven. Brouwers neemt definitief afscheid van de politiek. Wij spraken met haar. Na 2 periodes in de gemeenteraad ben ik 8 jaar nu wethouder geweest van de mooie gemeente Gemert-Bakel. Komende vanuit het bedrijfsleven heb ik mogen ervaren dat bestuurlijk politiek toch heel iets anders is als het ondernemer zijn. Het ondernemer zijn is meer afgebakend. Ja, je hebt je product, je medewerkers en je stevend af op continuïteit. Maar politiek is heel anders. Er is geen handleiding voor. Dat is balans zoeken. Balans zoeken samen met je medewerkers, samen met de gemeenteraad, samen met het college en vooral ook met de inwoners. Het is het afwegen, je eigen gedachten daarover hebben, maar vooral ook van ja, hoe voelen onze inwoners het? En is hun inbreng, de duidelijkheid en de balans weer meer die kant op slaat. Dat is toch heel iets anders. Er is geen handleiding voor. En ik koos heel duidelijk voor het CDA. Het zit natuurlijk ook al een beetje in de roots in, maar ik vond het ook een grote partij. En ik vind, als eenling kun je bijna niks bereiken. Dus met een grote partij wordt natuurlijk al, het begint al met de achterban, met je fractie, die dan naar je luistert en waar je mee in discussie gaat. En dan kun je ook het meeste resultaat bereiken. En vandaar dat ik daar ook heel bewust voor het CDA gekozen heb. Ten meer ook omdat ik vond dat die zeer diep geworteld is in de gemeenschap. En ja, ik vind natuurlijk een partij die ook, of het in de provincie is, maar ook over, in de regering. Dat zijn toch, daar krijg je ook nog weer meer input van. En daar kun je ook nog meer mee bereiken door hun steun ook iedere keer te halen of te vragen. Nou, kijk, je bent nog steeds zo bezig geweest met het verhaal. Kijk, het is ook 10 dagen geleden was het ineens afgelopen. En ik ben er eigenlijk nog niet zo bewust mee bezig geweest. Ik wist dat ik dus op zou houden. Ik heb ook gezegd, het eerste half jaar doe ik niks. Want nu komen er allerlei vragen natuurlijk voorbij. Maar voordat je erg in hebt, zit je weer helemaal in hetzelfde patroon. En die keuze wilde ik toch niet maken. Dus ik heb gezegd, eerst maar eens even tot mezelf komen. Heel wat dingen opruimen thuis, hè, als het daar even over gaat. Maar ook familiebezoek, maar ook zeker een vakantie. Om gewoon eens alles los te laten en te zeggen van, en waar wil ik nou nog mijn energie aan gaan besteden?
Broccoli! Ze heeft het altijd te pakken. Ja, ja, ja. Nog maar een keer, hè. In de nieuwe outfit van de Gemertse gidsen bezoeken we vandaag de Gemertse vredesmaagden. Vredesmaagden in het meervoud, want er staat niet alleen een vredesmaagd aan het Ridderplein. Hè. Er staat er ook een hier in de Gerardus Majella-kerk. En dat is zelfs de moeder van de Gemertse vredesmaagden. Drie in totaal, drie in totaal. Echt waar? En hier is ze dan, hè? De authentieke moedermaagd van de Gemertse vredesmaagden. En hoe dat beeld in Gemert is gekomen, want het is een beeld van een van de bekendste beeldend kunstenaars uit de 20e eeuw van Nederland, Charles Eyck. Op 11 mei 1940 sneuvelde in Gemert op het kasteel Paul van Oostveen. Dienstplichtig sergeant en een aannemer uit Amsterdam. Eigenlijk pas getrouwd, twee kleine kinderen. Hè? Van één kind was hij nog, was zijn vrouw nog in verwachting. Hij sneuvelde en hij werd begraven in Gemert naast het kerkhof. Want hij was protestant en het kerkhof was voor de katholieken. En daar lag hij dus moederziel alleen, hè? Voor de muur van het kerkhof. Hè? Meestal tussen de pikkers. En de paters van het kasteel, die vonden het eigenlijk toch maar bijzonder triest als de ouder, zoals de weduwe met die twee jonge kinderen, af en toe eens op bezoek kwam. En zij boden aan om op het kasteelterrein een plek aan te bieden, hè, als graf voor sergeant Paul van Oostveen. Bovendien, er waren ook nog twee Gemertse stoottroepers van 19 jaar gesneuveld bij de bevrijding. En na de oorlog zou het ook inderdaad een graf komen, hè, aan het Ridderplein. En dat is intussen uitgegroeid tot de plaats van de dodenherdenkingen in Gemert. In juni 1947 werd de maagd van Gemert plechtig onthuld. Hè? Alle schutten, alle verenigingen, iedereen was er zo'n beetje bij. Prins Bernhard kwam een paar jaar later ook nog een krans leggen bij het beeld. En na een aantal jaren bleek trouwens dat het beeld een beetje te zacht gebakken was. Hè? Want het is een gebakken beeld. Hè? Het bestaat uit verschillende onderdelen. Want de ovens van Charles Eyck die waren ook nog niet groot genoeg voor een beeld uit één stuk. Hè? We zien dat het uit verschillende onderdelen staat. En vanwege het feit dat hij het beeld te zacht gebakken had, hè, vroor er, en nam het heel veel water op, en vroor er in de winter een stuk van zijn kin af. Hè? Een stuk van zijn borst. Van de borst van de maag en dus het scheenbeen. En ook een van de onderdelen, gezien het kleurverschil, moest ook al vervangen worden. Het werd weliswaar een dubbel gebakken maag, maar ze was te zacht gebakken. En na ik weet niet hoeveel jaar, hè, in 1985, 86 werd er uiteindelijk toch besloten om maar een nieuw beeld te laten maken. En Toon Grassus, hè, onze beeldhouwer in Gemert, die werd om advies gevraagd. En die pleitte voor een duurzaam beeld van bijvoorbeeld witte graniet. Hè. Maar de kunstcommissie die wilde daar niet van weten, want de hand van de beroemde kunstenaar Charles Eyck, die zou toch kenbaar moeten blijven. Hè.
eigenlijk niet eens zo gek gedacht, maar Ton die waarschuwde al, als je een afgietsel, als je een replica maakt, nou, dan, en je moet dat opnieuw bakken, dan krimpt die en dus je krijgt niet exact dezelfde maat. Maar het moest opnieuw gebakken worden en toen kregen we dus in Gemert een tweede gebakken maat. Hè? Een hard gebakken maat. Hè? En die is tot op de dag van vandaag nog steeds heel. Daar zullen we dus maar eens naar gaan kijken. En hier hebben we meteen, hè, onze derde maagd, hè, die hard gebakken maagd van Toon Grassus, die werd hier in 1986 geplaatst en die heeft tot in 2001 hier over het Ridderplein uitgekeken. En toen zijn ze toch, hè, op het allereerste advies van Toon teruggekomen. In wit graniet, symbolisch ook, hè, wit voor een vredesmaagd. Hè, en geplaatst, hè, op een hele donkere granieten plaat. Hè. Het contrast, hè, tussen de witte vredesmaagd en de schaduwzijde van de oorlog. Oorlogsslachtoffers, dit is ook echt een grafmonument, hè? Want het oorspronkelijke graf, hè? De grafkelder, die ligt daar. Hè? Er ligt dus niet alleen sergeant Paul van Oosveen, die hebben ze trouwens weer verplaatst naar een algemene militaire begraafplaats, maar daar liggen twee jonge Gemertenaren, hè? Jan Beekmans en Johan Villet. 19 jaar gesneuveld, de een bij de verovering van Den Bosch al in oktober 1944 en de ander verongelukte in begin 1945 bij Xanten in Duitsland. En er ligt ook, en daarom is het ook een Commonwealth War Grave, de Engelse 19-jarige soldaat Peter Roderick Morris. Die verongelukte op de Beekse dijk. Hij stond in de koepel van een panzervoertuig en vloog vanwege de slechte weersomstandigheden half uit de bocht tegen een ander voertuig aan. Hij was op slag dood. En zijn familie vond het geweldig dat hij hier op een kloosterterrein begraven kon worden, want hij was een katholiek. En in Engeland, normaal gesproken, de meesten waren Anglicaans, maar hij kwam als katholiek hier op een katholiek terrein te liggen. En daarom is hij hier ook gebleven. En dan de oorlogsmaagd dus. Van wit graniet, gemaakt door Toon Grassus. En de hardgebakken maagd, die is naar Toon teruggegaan. En die siert daar nu zijn tuin. En daar hebben we dus onze derde maagd staan. Maar deze is dus duurzaam en die blijft heel. Hè? Want ook die maagd die Toon Grassus aanvankelijk moest bakken, die had toch ook weer allerhande nadelen. Die werd groen. Het was nog meer een groene maagd als een hard gebakken maagd. Behalve oorlogsgraf, hè, is deze plek ook een algemene gedenkplaats geworden. En er zijn allerhande teksten. Hè. Wij gedenken alle inwoners van Gemert-Bakel die waar dan ook ter wereld door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. In de grafkelder liggen dus nog altijd drie oorlogsslachtoffers. We gedenken ook de Nederlandse militairen die in Nederlands-Oost-Indië zijn omgekomen. Op Gemert-Bakels grondgebied kwamen maar liefst ook 32
militairen om het leven van de geallieerde luchtmacht. 32. Op 24 september 1944, daags voor de bevrijding van Geermond, kwam van de Boekelse kant majoor Stanley Alexander, een Engelse geallieerde, om het leven. Die reed met zijn tank over een landmijn. Inwoners van Geermert-Bakel, die uiteindelijk in concentratiekampen om het leven zijn gekomen. Hè? En in Korea. Spiraalsgewijs lezen we hier rond de Vredesmaagd, en ook dat is symbolisch, hè? Van de tijd die altijd maar weer verder gaat. En treurig genoeg, de never ending story, hè? Van oorlog. De mensheid moet kennelijk altijd oorlogen vieren. De mensheid moet kennelijk altijd oorlogen vieren. De mensheid moet kennelijk altijd oorlogen vieren. Deze tekst, deze symboliek, is medegemaakt door chemische ontwerpers Jos Biemans en Harry Huibers. En Toon Grassens heeft er een prachtig beeld bij geleverd. En duurzaam. Hè. En ook daarin zit, en dat is de symboliek van Charlijk. Hè. Natuurlijk, hè, een vredesmaagd die heeft een palmtak in zijn handen. Hè. Ja. Vanaf 19... heilige plek in Geemert. En je zullen niet geloven. Hè. Dan heb ik nog iets heel bijzonders. Heb ik gekregen van Piet Deelen. Gehad in die titel. Het
feestje zat er al een tijdje aan te komen, aangezien de handelaren amper punten verspeelden in de zesde klasse. Na het behalen van de titel werden de spelers en de staf rondgereden in het dorp. Na de huldiging barstte het feestgeweld los in de kantine van Handel. Voorzitter Anton van Zeeland prees de spelers met een kampioenschap. Trainers, elftalbegeleiding, allemaal heel, heel hartelijk gefeliciteerd met deze formidabele prestatie. Bestuur, leden en supporters, allemaal hartelijk welkom op... En ook burgemeester van Maanzakkers deed een duit in het zakje. Geen enkele verliespartij, zelfs niet tegen Fiducia. En Elzendorp. En Handel is kampioen geworden zonder enige nederlaag. Een unieke prestatie, hè? Dat is een unieke prestatie voor onze vereniging. En ik denk dat het ook verder niet zo heel vaak voorkomt. Ik ben dus ook een hele trotse voorzitter op dit moment. En niet een teleurgestelde voorzitter. Wat ik toen al zei dat ik zou zijn als we geen kampioen zouden worden. Had je op een gegeven moment na de winterstop niet het idee, hé, we gaan toch langzaam punten verliezen? Nou, het was duidelijk dat we het echt moeilijker hadden na de winterstop als voor de winterstop. Kregen blessures en er waren schorsingen een paar keer. En ook de wintersportvakanties die gooiden wat roet in het eten. Maar we hebben het toch zonder nederlagen doorstaan. En de trainer, ja, die blijft volgend jaar natuurlijk ook, hè? Ja. Het contract met de trainer was al rond in de winterstop. Maar hij blijft zeker, ja. En hij vindt ook dat hij een goede groep heeft. Dus hij heeft er ook uitgehaald wat erin zat, denk ik. Dus wij zijn tevreden en hij mag ook zeer tevreden zijn. En volgend jaar, ja, dan ga je weer naar de vijfde klasse terug. Ja, dat is toch de klasse waar je eigenlijk in thuis hoort, hè? Ja, van in ons bestaan hebben wij echt de meeste tijd doorgebracht in de vijfde klasse. Of vroeger in de eerste klasse onderafdeling. Dus dat is de klasse waar wij thuis horen. Dat hebben we ook altijd goed meegekund. De structuur van onze organisatie is ook... Daar gaan we gewoon voor. En misschien nog ooit een uitschieter naar. Want we hebben een hele jonge selectie. Dus als we die een beetje in stand kunnen houden, dan zouden we nog wel iets hoger kunnen komen. Zul je de derby's tegen Elsendorp en de Rips missen? Ja, misschien krijgen we de derby's tegen de Mortel weer terug en tegen Bavos. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Was het nog moeilijk die tweede helft van de competitie?
Nou, niet, op zich niet moeilijk, alleen je zit toch tegen een paar schorsingen aan, wat blessures. En dan weet je dat het voetbal wat stroever gaat worden, maar echt twijfelt hebben we nooit. Zijn de laatste weken werd dan de druk van het kampioen worden niet te groot? Nee, we wisten wel, hij gaat voor 9 punten. Daar ga je zo niet meer weg. En je weet dat je kunt voetballen. En dat is gewoon rustig blijven. En op een gegeven moment gewoon blijven doen waar je goed in bent en gewoon afmaken. Is dit elftal ook rijp voor de vijfde klasse? Wat is de doelstelling volgend jaar aan de vijfde klasse? Ik denk dat we nou niet gelijk hoog van de toren moeten blazen, want we zullen dit, we zullen dat. We gaan eerst lekker feest vieren. En we gaan gewoon proberen een stabiele vijfde klasse te worden. En dan kijken we wel verder. De derde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap werd onder mooie weersomstandigheden verreden in Gemert. Veel goede rijders hadden hun weg naar het circuit gevonden. In de eerste manche zagen we een ontketende Jeffrey Herlings. In de eerste man zit je er gelijk goed bij met de start en op de tweede plaats kwam hij door de eerste chicane. Gelijk zette hij de aanval in op de kopman en sprong op de tweede bult met een megasprong door naar de koppositie. Dansend over de knippen vergroot hij zijn voorsprong en zette de eerste manche naar zijn hand. Komt hij aan, de bullet Herlings, Jeffrey Herlings, de leider met de Red Bull, KPM, Vredemaat van John Simpson. Dat hebben we ook niet in Vredemaat. Ik zie het eigenlijk sportief niet zo graag gebeuren dat er al meteen zo vroeg in de wedstrijd als geloof wordt geslagen. Het is natuurlijk niet anders met Koelas. Ja, Roelands heeft op sommige rechterstukken toch alle dachten in de gaten van Harry Koelas. En die is dan met Christophe al opgekomen. Ja, de overwinning is in de pocket van deze eerste race.
Jeffy dat zou winnen, dat stond al vast, maar met zoveel macht vertonen. Ja, natuurlijk. Het was een super wedstrijd voor mij. Ik was vanmorgen snel zijn tijdtraining met, ik geloof, 3 seconden. En dus had ik goed gevoel ingaan de eerste mindset. En ik zat tweede met de start en binnen 2 bochten aan de leiding. En ik denk met 40 seconden ongeveer gewonnen. Dus dat ging super goed en zeer tevreden. Ik had het nooit zonder mijn team kennen in de Red Bull KTM. En ja, gewoon super tevreden.